Goeiedag iedereen bij winkelcentrum Zuidpolder op de avond. Nog even interessant om het winkelcentrum van naderbij te bekijken. Dus je kan zien hier toch ook wel op de vroege avond redelijk veel volk. Ja, de winkel is ook open tot 22 uur. En dan hier ook de aansluiting van de andere winkels, zoals de Blokker. En ook de Etos daar in de hoek. En nog even het binnenplein. Altijd bijzonder mooi. En ook wel nu met de verlichting hier. Ja, die andere winkels, lokale handelaars, sluiten ook wel vaak om rond 6 uur. Hier heb je ook een Arabische snack met dorums en Arabische producten. Dan aansluitend ook hier de Zeeman. Even kijken naar de openingsuren hier. Ja, dat sluit allemaal om 18 uur. De Vibra. Dus ook idem, maar op vrijdag is er wel iets langer open. Even kijken hier. Ja, de vrijdag tot 20 uur. En dan hier de Scapino. Vrijdag tot 21 uur en in de week tot 18 uur. Maar 18 uur is in principe wel vroeg. Hier heb je dus ook een supermarkt nog. Wel redelijk vroeg, zeg, als je voor een bepaalde locatie moet komen, om 6 uur. Moet je hier al zijn, feitelijk, in principe om 17 uur. Maar ik ga nog even naar de andere kant. Bakkerij Bart. Nog even kijken naar de uren hier. Dat is tot 17:30. Maandag tot vrijdag, zaterdag tot 17 uur en de zondag tot 16:30. Ja, dus vind ik ook in principe wel vroeg en open om 19:30. Dus 17:30 vind ik wel vroeg als je nog wil combineren met je boodschappen en iets te gaan drinken. Dan hier de Kruidvat. Ook tot 18 uur en donderdag vrijdag tot 20 uur. Ja, soms is het wel afwisselend. Als je ziet in ene winkel is het de donderdag tot 6 uur, hier bijvoorbeeld tot 20 uur. Zaterdag tot 18 uur. En dan de nieuwe zaak hier.
De pizza New York is blijkbaar al open, ja. Ook wel chic hier, de entree. Ook nog even leuk om te tonen. Ik had even beelden gemaakt de vorige keer dat het bijna open was. He. Maar nu is het wel open. Je hebt dus ook een afhaalservice. Dus redelijk veel volk. Het is ook een redelijk kleine locatie. Ik zie dat niet direct. Het is blijkbaar enkel afhaal. Er, er zijn geen tafels en geen stoelen. En hier ook dus de publiciteit. Wel interessant. Zo, dat was ook nog even leuk om mee te geven. Ik ga hier nog even de ronde doen. Ja, en de openingsuur is ook wel nog even interessant. Ik denk dat nu juist aan. Staat er nog niet op. Maar mooi, ze wel terug te vinden op het net, hè. Ja, Terneuzen is ook wel een redelijke drukke locatie daarmee. Had de supermarkt bijvoorbeeld de Albert Heijn al open vanaf 7 uur in de week. Dan hier een lokale bakkerij. En dan ben ik terug hier in, in het hangpad. Richting van het blok van de Albert Heijn, eventueel daar dus, de Etos. Maar deze winkels hier zijn blijkbaar al dicht, daar ook de kapper. Ja, hier heb je de lijn 20. Ja, zo beste mensen, vanaf 17 uur wordt het al donker. Bon, ondertussen is de supermarkt open tot 22 uur. Hè. Is wel nog... Zo, hier ben ik op de parking, ja, aan de andere kant, dus weer met verbinding met de supermarkt. En de andere entree. Bon, ik vind dat winkelcentrum bijzonder mooi en ook handig. Je hebt er al die verschillende winkels, dus je doet je boodschappen bij de ene supermarkt. En vervolgens kan je ook eventueel nog naar de blokker en zo. Hè. Zo, ik ga vertrekken. Ik had nog enkele zaken nodig. Zo nog even hier de entree aan de andere kant. Hè. Opnieuw. Zo. Wel nog even mooi met de versiering hier. Dus markering winkelcentrum Zuidpolder. Zo beste mensen, was nog even leuk om dit in beeld te brengen. Ik zeg, ik was hier net voor een korte, nog wat korte boodschappen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.